Dewi en Frederik. Hier zijn ze van buurtschap Raamberg en Kleinzundert. Je kunt de boot in. En hier zijn Carlijn en Robin. En ook zij zijn zeker besmet met het Corso-virus. Want hun ware heeft de titel I Love Corso. Hier hebben we Robin, Maarten en Matthias van buurtschap Wernhout, de voetbalknaller. Ja, en de volgende wagen, daar waren we gisteren ook, Edwin. Lars, Giel en Xander. En die hebben een wagen gemaakt naar aanleiding van een nieuwsuitzending. Zij zaten tv te kijken dat er een wolf was gevonden in Nederland. En ze zagen daar een beeld. En de titel is dan ook De Wolf Was in Nederland. En een enorm bouwwerk, ja. Het zijn Jikki, Renske en Nienke. En zij komen uit Achtmaal. En zij bouwden de wagen met de titel We missen de vlaggen. Dus, nou, dan hangen wij er zelf maar op. Zoveel werk is dat toch eigenlijk helemaal niet? Wernhout en Tegelaar maakten samen deze wagen door Dion en Bas. Hoor ik nou getik of ben ik nou getikt? Getikt, nou ben jij hem. Ah, dat dacht ik al, ha. Jij bent hem. Kijk eens. Dan ben ik hem heel de middag. Ja, hier hebben we namelijk Sanne. Dag Sanne, hoe is het? Dag, ja. Ik ben Sanne. En hoe is de titel van jouw wagen? Want je staat er toch klaar voor, kun je het ook gelijk zeggen? Ik heb een badeend. Ik heb een badeend. Er zit geluid in. Ik hoor hem. Geef ze nog een geweldig applaus. Dit was Sanne met Ik en mijn badeend. En we maken ons op voor Jens en Robin. Zij komen uit Rijsbergen en hebben de wagen Valse Deuren. Zie jij een deur? Het klinkt wel vals. Het wordt warm op straat, dames en heren. Het wordt zelfs hot. Joost, Krijn en Brett zijn hier met de wagen Hotdog. Oftewel een broeike hete hond. Oké, dames en heren, ja, we maken ons op voor de volgende. Het zijn Noah, Renske, Julia en Sizen. Ze komen uit Kleinzunders Heikant, Larakkemolen, het stuk. Hen helpt elkander. Het zijn de 3D-meiden. Dankjewel, heerlijk. Thijs. Hoe is het? Hey. Hier is Thijs van buurtschap Wernhout. Dames en heren, Red Bull. Kijk, daar krijg je vleugels van. De Red Bull Race. We kijken even. Ik denk dat hij nu verwacht dat ze wielen vervangen worden. Of zullen we dat maar niet doen? Oké. Nou, we gaan weer door. We gaan vol snelheid, want Red Bull is een team wat altijd heel hard rijdt. Dames en heren, geef hem een geweldig applaus. Hier komt hij aan. 3, 2, 1, start, daar gaat hij. En hij vliegt nu, dames en heren, over de markt. En uit helpt elkander komt Lorenzo. Het is een eenzame Dahlia. Hij hangt er ook maar een beetje bij.
Ik zou hem graag een beetje water willen geven, Ron, maar het ligt allemaal op de weg. Ik ga een heel vervelende vraag stellen, maar mag ik hem afplukken? Nee. Oh, dan doe ik het niet. Oké? Okay. Hou hem heel, hè? Ja, dames en heren, uit de Raamberg en een klein zundert zijn hier Lars, Wouter en Thijs met hun wagen Het Geheim van het Rocken. Even opnieuw, hè. Ladies and gentlemen. Dames en heren. Thijs openmaken. Oké, mensen, er gaat vandaag iets heel bijzonders gebeuren. Ja. Want we hebben een kluis opgegraven. En die gaan we natuurlijk proberen te kraken. Even onthouden, het was 1693. Oeh, daar gaat hij. Hij is open. Het enige geheim is een goede gitarist. Dames en heren, Jan de Bruin. En die zijn Jorg, Bart, Jonas en Elien. Zij komen uit buurtschap Lange Akkermolen. En zij hebben gebouwd voor u allemaal eendjes. Ja, inderdaad. Ik zou ook wel wat trots zijn op zo'n buurtje met zoveel eerste plaatsen de afgelopen jaren. Ik zal proberen te vissen, maar ik ben een beetje zenuwachtig. Jij helpt wel, hè? Ik heb het alweer kapot. Het is altijd hetzelfde. Nee, nog een keer. Naar vooruit dan. Huppa. Nee, ik doe het. Ik zal het zo doen. Ja? Oké. Dank jullie wel. Ja. Oké, uit Schijf zijn hier Sanne, Angele, Suus en Evi. Angel, sorry. Ja, dat zeggen ze ook. Ze moeten de voortaan gewoon maar opschrijven zoals ze het uitspreken. Uitschrijven, maar zij bouwden de wagen Pandadroom. En hier zijn Fleur, Sterre en Bo. Uit de buurtschappen helpt ook aan de Berk en Lange Akkermolen met de wagen. Kleine wasjes, grote wasjes. Stop ze in de wasmachine. En uit Tichelaar is hier Pim en Pim heeft de wagen. Alles telt. En uit Heltenkant op de Berk en Molenstraat zijn hier Stijn, Brian, Ebbe, Daan en Corné met hun wagen Betty Akkermaai. Niks aan de hand. Mag ik hem best aaien? Hij bijt niet op zondag, oh gelukkig. En de volgende wagen is Lotte. Lotte van de Goorberg van buurtschap Potteind. Hier is de kas. Dankjewel. Dankjewel. Een tomaat. Kijk. Dankjewel voor jullie bijdrage. De kas. En uit Klein Zundert en Lange Akkermolen zijn hier Stijn, Wessel en Tim. De Banani Boys. Hoe is Banani Boy? Goed. Pas op voor die bananenschil, hè? Anders glij je eruit. Ja. En waarom is een banaan krom? Ja, dat moet aan mij vragen. Geen idee. Om
Omdat hij anders niet in de schil past. Omdat hij anders niet in de schil past. Slimme jongens, de Banani Boys. En dan zien we een aantal prachtige meiden aankomen. Merle, Fleur, Anne, Lexie en Davy. Van buurtschap Veldstraat, het stuk De Wildert en buurtschap Tilburg. Vind ik ook mooi klinken. Hier is de wagen. Dresscode gek goud. Van het stuk Den Helpt Elkander zijn hier Kim en Sam, zeg ik dat goed? Het zijn tenminste makkelijke namen een keer. En zij bouwden voor ons, hey, wil jij onze kijkdoos even zien? Nou, dat wil ik wel. Zo, even Ron? Kijken. Wauw. Oh. Wat zie ja, je? Ja, die zijn bijna uitgestorven, die heb jij nog nooit gezien. Die zijn er niet veel meer. Nee, precies. Oh, zo. Ja, is echt heel mooi. Ja, toch is het leuk dat je hier op straat staat en dat jullie gewoon eigenlijk helemaal niks zien. Zo. Dat is wel, we zullen volgend jaar een spiegeltje hebben. Dan kunnen we zo, of een camera, dat kan ook natuurlijk. Dat hier straks een groot scherm is. Zo, en dan kunnen we allemaal de binnenkanten bekijken. Dank jullie wel. Ja, we komen nu, dames en heren, bij de grootste groep aller tijden. Tenminste, zolang ik het weet. Ik ga ze vast opnoemen. Shalina, Nout, Bram, Babs, Suus, Melanie, Lotte, Hein, Mats, Niels, Pascal, Guus, Fleur, Talisa, Lorenz, Roy, Elmira, Ocean, Romy, Verena, Sergio, Isabel, Carlijn, Emily, Lieselot, Sophie, Jan, Tim, Alex, Lisse, Annabel, Kim, Tjeu, Noah, Wilco, Deen. En zij zijn, dames en heren, buurtschap Wernhout en de Lent. Hier is de Black and White Disco Party en met DJ's Bram en Sergio. U ziet alles bij elkaar, alles. We zijn uitsmijters, serveersters, proppers. We hebben de bar, we hebben de disco. Het is feest in Zundert. Straks na afloop, Black and White, feest op de Veiling. Kunnen jullie misschien iets van K3? Oh, nee, een K3 kan dat? Ja, jongen! Dat is een echte disjockey, die weet gewoon gelijk. Ja, dames en heren, en de buurtschappen Roosendaal en Helpt Elkander zijn hier Eline, Floris, Ian, Rick, Dennis, Lucas, Sebastiaan, Joris en Babette. Ja, en dames en heren. Ik wil jullie toch heel even toch, als het geluid daar wat gestompt is, heel even wat aandacht voor het volgende. Want jongens en meisjes, ik weet heel erg dat het bloemencorso hier in Zundert zo heel erg wordt overgedragen van ouders naar hun kinderen. En bij deze groep, hier lopen onder andere tussen de kinderen van Thijs Jorissen. En dat zijn Sebastiaan en Joris. En helaas, Thijs is niet meer in ons midden, maar hij was altijd wel een van de hele grote kartrekkers, ook voor deze groep kinderen. Daarom wil ik een enorm groot applaus voor de papa Thijs, de papa van Sebastiaan en Joris. Ja, en dan voor de hele wagen natuurlijk. Eline, Floris, Ian, Rick, Dennis, Lucas, Sebastiaan, Joris en Babette, de rattenvanger van Hamelen. Hier hebben we Ilse, Lotte en Dana. En je kent jullie bijna niet meer met die bril zo. Dames en heren, de theemutsjes. Oké, dames en heren, hier uit Stuyvesant en Klein Zundert zijn Kevin, Willem, Lars en Jasper. En zij zijn de moppetappers. Daar ben ik wel van benieuwd wie van jullie is. Wie gaat er een mop tappen? Wie is die grote moppetapper van jullie? Wie? Ben jij daar? Oh, kijk. Ik heb er één.
Twee vriendjes praten na schooltijd met elkaar. Als jij een geest in een lamp had, wat zou jij dan wensen? Ik zou wensen dat Parijs de hoofdstad werd van Engeland. Raar. Wat is dat nou voor een wens? Nou, dat is wat ik heb geantwoord bij mijn proefwerk aardrijkskunde. Oké. Het is echt een moppetafel, dames en heren. Ik geef hem nog mee, want die moet je bewaren. Het is wit en het veroorzaakt rellen. Een hooligans. Gemeente mensen, let op weer, want hier hebben we Anne, Sharon, Mirte en Anouk. En wij hebben een ton op de bank. Ja, geld valt hier gelijk, want het valt gewoon dood neer als je hier geld hebt. Herman, Jesse, Jobben en Sam. Ja. Kung Fu Panda. Everybody was Kung Fu Panda. Wacht even, nog even. Oeh! Slaan, hè? Goed zo. Dames en heren, buurtschap Wernhout. Kung Fu Panda! Guusje, Fiore, Anna en Luna. Buurtschap Kleinzundert het stuk en Kleinzundert zijn heikant. Druk eens op play. Ja, moet ik erop gaan zitten dan? Is het veilig? Ik zou het niet doen, jongens, want anders stroomt hier zo meteen heel de tribune leeg van de stank. Doe nog een keer. Ik ga maar snel verder, dames en heren. Ik herken mijn geluid. Uit het stuk en de Rijsbergen zijn hier Rens, Chris, Tim en Bas met hun wagen. Daar was het weer. Hoezo bewegende delen moeilijk? Kijk goed, grote corso-bouwers van Zundert. Zo kan het. Het is allemaal niet zo heel moeilijk, zolang het allemaal niet te veel techniek heeft. Oh ja, kijk. Werkt dat bij mij thuis ook zo? Zou er iemand achter de wasmachine staan? Hier hebben we Fabian, Max, Jan en Brent van buurtschap 8-maal. Waar komen ze vandaan? Wij komen net uit bed. Klopt dat? Ja. Ja, dames en heren, we komen hier aan bij de wagen met het nummer 206 alweer. Ze komen uit Schijven en De Lent. Het zijn Iwan en Ian. Of Ian, dat kan natuurlijk ook nog. Zij bouwden de wagen last minute for the pig. De klok staat op 9 uur. Jongens, jullie zijn te vroeg. Ja, ik denk dat ik weer mag. Ja, daar gaan we weer om. Basisschool Zonnebloem, dames en heren. Hier hebben we Lars, Stef, Mark, Dora, Kilian, Sanne, Isabella, Sammy, Bart, Pien, Kimberly, Moon, Jurre, Willem, Tania, Rick, Joshua, Krijn, Bram, Tim, Carlo, Luna, Kuba, Indy, Puk en Bam. Dames en heren, de jongens tegen de meisjes. Een hoera voor de jongens. Oké, een hoera voor de meisjes dan. En uit 8-maal zijn hier Rick, Denzel, Isa, Julie en Sharon met hun wagen Ted Illusie. Ik zie niks. Ik zie helemaal niks.
En nu gaat er wat gebeuren, dames en heren. En daar is hij! Hier! Wow. Ted Illusie. En zelfs de kapsels zijn hetzelfde als van de dames bij het Groot Corso. Die ging snel. Deze wel. Ja, en hier hebben we Jennifer, Joyce, Evie, Sanne, Suze, Kenzie, Demi, Babs, Lenny en Kira. Jullie mogen jullie jel even... Hoe lang duurt jullie jel? Een uurtje. Oké, okay. Nou, ik tel tot drie, dan komt je. 1, 2, 3. Min je zeer, min je snel, min je zo wel. Woe! Ze zeiden dat ze heel blij waren dat u allemaal op de tribune zat. Waarschijnlijk hebben de mensen uit Hongarije het wel begrepen. Uit de berg is hier, of zijn hier moet ik het goed zeggen, Jacco en Kilian met hun wagen Lolbrio. Dat is inderdaad een lollige. Ah mannen, hoe is het? Goeie weer onderweg gehad? Oké. Okay. Rom, succes! Oh, daar komen ze weer, weer 13. Raf, Bente, Kathleen, Fraukje, Mart, Hieke, Merel, Kim, Mark, Nick, Fleur, Luc en Thomas. Dames en heren, groep 8 van de Wegwijzer uit Achtmaal, de Nerdbus. Jullie hebben ook een jel. 1, 2, 3. Leuk de bussen! Achtmaal. Ja, dames en heren, en let u nu goed op, want hier zijn Glenn, Jeno, Marijn, Jerome en Marcel. Wij lossen de crisis op. Oh, wacht even, kom eens. Want dan kun je beter even, toch maar even aan de burgemeester geven, denk ik. Dat is de mevrouw met de ketting, ik zal een beetje helpen nu. Er zit een wethouder, die zit ernaast, dat is die mevrouw met de gele sjaal aan. Kijk maar, daar zit de burgemeester hier vooraan. Dan is de crisis in Zundert in ieder geval opgelost. Piet Utens begint gelijk spontaan te spelen omdat er geld binnenkomt. Echt onvoorstelbaar. Dank jullie wel. Hier hebben we Bram, Marijn, Sam en Figo. Van buurtschap Kleinzunderse Heikant en Molenstraat. En het is een race. Een race tegen de tijd. Wie wint er? Is het de raceauto of de tijd? De auto haalt nu de race. Oeh, en de volgende... Oeh, bijna. Bijna het geld allemaal weer weg. Hier zijn Rens, Jefferson, Quinten en Wim. Ze komen uit Helpt op Kanderpot uit de Molenstraat. Met hun wagen heb ik honing aan mijn kont. Oeh. Kom eens even, jongens. Kom eens, laat de wagens even staan. Kom eens hier bij mij staan. Ja, laat de wagen maar even staan. Kom eens naast de kast, kijk eens even die kant op. En dan gaan we met z'n vijf even wiggelen, hè, met de kont even. Daar komt je. 1, 2, 3, ja, kom maar. Oké. Okay. Veel succes, jongens. Ik denk wel eens na over vakantie, Edwin. En dan denk ik, waar zal ik dit jaar weer eens naartoe gaan? Wordt het Frankrijk? Wordt het Duitsland? Wordt het Spanje? Polen. Nee, Thomas, Jean-Pierre, Aaron en Lucas, op naar Mars. Dankjewel. Hey, nou is het mijn beurt. Jawel, dames en heren, uw bijzondere aandacht voor Isabel, Vincent, Veerle, Thijs, Cyril, Chanouk, Jens, Lars, Niek, Brechtje, Andra, Jules, Nienke, Babs, Lexi, Bart, Inge, Dana, Annemarie en Fleur. We zijn er bijna. Guus, Evi en Nola, zij zijn van de groep 8B van de Antonius School en zij bouwden de wagen Ghost House. Wagens, het is een hele optocht. Eng dit. En hoe is het?
Ik kan niet praten, ik ben dood, zegt ze. Ze leeft weer, ze beweegt in ieder geval, zoiets van... Eens even kijken of ik nog steeds magie heb. Sta op. Maar kijken. Zo. Dan gaan we maar liggen nou. Hup, weg. Oh. Komt een hele show aan, denk ik. Ja, zeggen ze. Dank jullie wel, groep 8B van de Antonius School. En als ik jullie kapsel zie, er is in Zundert geen spuitmis met haarspray meer te vinden. Dank jullie wel. Goed, en we zijn nog wel niet aan het einde van ons kindercorso, waar we natuurlijk geweldig weer hebben, geweldige show. Het zit ons dit jaar allemaal mee wat het weer betreft en de wagen is ook weer perfect. Maar ik moet er wel even één ding bij zeggen. Edwin, Ron, jullie maken er vanmiddag weer een heel bijzondere show van. Jullie zetten de slagroom op de taart wat mij betreft. Ik wil graag een hartelijk applaus voor deze twee mensen. Dank u wel. En we gaan snel verder. Haha, daar is Amy, Marijn, Judith, Tom, Elisa, Damien en Kelly. En dit is mijn tijd, dames en heren. Ik voel me weer thuis. In de tijd dat ik lang haar had. U kunt het zich niet voorstellen. Maar het was wel... Buurtschap Het Stuk, Larakker Molen en Molenstraat. Laten mij mijn jeugd herleven. Hier is Hippiebusje. Peace, man. Peace. 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 Make maar niet op straat, hoor. Peace. Uit Schijf zijn hier Brit, Sven, Fleur en Bart met hun wagen Mouse Dance. En die kennen we allemaal. Het is wel leuk. Weer een mooi bewegend deel hier zo. Nou weet ik even niet bij welk nummer dat we zijn, Edwin. Nou is dit, alles is, even... dit is nummer 218. Okay. Daarna komt 219. Ik ben weer bij. Ik ben blij dat er niet in het begin gebeurde. Wie hebben we nu? 219, hè? Dit is 219. Ja, en dat is een heel bijzonder project, dames en heren. Daar wil ik toch even uw aandacht voor. In Breda is een middelbare school. En dat is de Prinsentuin. En die bieden daar eigenlijk, binnen de technieklessen, bieden ze aandacht aan het corso. En tijdens de technieklessen gaan ze dus een wagen bouwen. En die gaan ze ook nog tikken met elkaar. En vandaag vertegenwoordigen deze jongelui de Prinsentuin. Geef ze een geweldig applaus. Hier is Tessa, Tjeerd, Patricia, Sander, Gianni, Evi, Bram, Karin, Bram en Brett. En Patricia doet voor de 10e keer mee met het kindercorso. Het kan dus. De Prinsentuin in Breda. Als u groene vingers wil. Ja, jullie hebben ze al.
Van Klein Zundelse Eikant en Tichelaar zijn hier Senna en Olle met hun wagen te volle buiken. Ja, ik kan er gerust naast gelopen, denk ik zo. Hè? Jullie zouden zoons van mij kunnen zijn, als ik zo kijk. Ze willen iets door de microfoon zeggen, maar natuurlijk mag dat. Kondig jij ze aan of zal ik het doen? Jullie zijn 222, hè? Ja, want ik ontbreekt... Oké. Ik ga jullie eerst even aankondigen. Is dat goed? We hebben Mathieu, Roos, Max, Juri, Teun, Lauren, Siem, Ilse. Wie hadden we nog meer? Tjeerd, Isa, Dena, Sanne, Robin, Jur, Bibi, Mirte, Bo, Gitte, Evi, Nora, Luca. Wie ben ik vergeten? Hoe heet jij? Diede. Oké, Diede. En dan noem ik ze nog een keer Diede. Dan ben je genoeg genoemd, hè? Diede. Oké. Jij wil wat zeggen? Oké. De treinreis, een kaartje voor de treinreis. Deze trein stopt op de haltes. Mensia Zandrode, Mensia de Mendoza, Markenhagen, KSE, Munnikenheide en Prinsentuin. Wie wou er iets zeggen? Ja, ga je gang. Welkom bij treinstation Antonie. Vandaag rijden we naar de scholen Mensia Zandrode, Mensia Mendoza, Prinsentuin, KSE, Markenhagen, Munnikenheide. Er komen mensen langs om de treinkaartjes te knippen. We wensen u nog een hele fijne reis toe. En ik wens jullie natuurlijk ook een hele goede reis. Het laatste jaar groep 8 op de basisschool. En dan moeten jullie allemaal de goede trein zien te vinden. Dankjewel. De goede trein. Stap in de goede trein. Kijk goed rond bij de open dagen. En kies je toekomst. Want de toekomst is van jullie. Ja. En we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Want... Hier is Rob. Ik heb hier alleen Rob staan. Rob. Marcus, ja, daar is ja. Rob. Buurtschap het Kapelleke. En het smakt naar meer. En ik weet nog dat ik hier groot mee geworden ben. Wie herkent niet het blikje smak? Wat dan opengedraaid werd. En dat eerste hapje wat er uitgesneden was, dat was dan zo lekker. En dat mocht je dan niet in één keer helemaal opeten. En dan bewaren ze het een dag of drie. En dan smaakte het niet meer en dan moest je het opeten. Het smakt naar meer. En van buurtschap Wernhout, De Lent en Maalbergen zijn hier Max, Willem, Joris, Ruben en Louis met hun huis op stelten. Jij durft wel hoor om eronder te gaan zitten. Voor hetzelfde geld. Oh, het is hol. Kan niks gebeuren als het naar beneden valt. Dan zit hij gewoon binnen. Ja, dames en heren, we gaan een afsluiting krijgen, natuurlijk muzikaal. Geef ze een geweldig applaus. Hier is Fanfare en Tamboer en Lira Korps en de Majorettes van Sint Martinus uit Achtmaal.
Dankjewel, Sint Martinus uit Achtmaal. En dames en heren, we maken even de weg vrij. Alsjeblieft, maak de weg vrij. Kijkt u uit. Maakt u even de weg vrij. De wagen is gestopt. Dames en heren, dit was het einde van het 63ste kindercorso. Wij hopen natuurlijk dat u heeft genoten. En als u ons straks terugziet op de ROS of livestream op de computer, en het is maandag, dan weet u dat het droog is. Het is dinsdag, dan weet u dat het droog is. Als het woensdag is, dan weet u dat het droog is. Want bij het kindercorso is het bijna altijd droog. Het was een genoegen om samen met Edwin te mogen omroepen. Graag bedankt voor uw aanwezigheid en tot een volgende keer. Doei! Ja, tot ziens, dames en heren. Tot het 64ste kindercorso in Zundert. Ron, dankjewel.